bereiken de uitzending ongeveer anderhalf minuut. Loop niet de weg, we bekijken nu even de volgende berichten. Het zijn de bedrijven die deze livestream mede mogelijk. Maar ik moet zeggen, verlaten ons daardoor niet kisten. We gaan toch vandaag live met de leegstoet beginnen. Het is jammer, in Limburg is het zoveel gebeurd vandaag dat er optochten zijn moeten afzeggen. Veer wouden het niet per se laten doorgaan, maar hier wordt het weer vandaag iets beter. Althans, dat hebben ze voorspeld. We hebben wel op het moment weer een kleine regenbui. Maar verdonend ermee. We vingen het zo jammer dat gans Limburg een beetje plat lig. Want de optocht is toch wel altijd het hoogtepunt van iedere carnavalsvereniging. En dan moest het eigenlijk mee doen. Daarvan kreeg ze de grote sfeer de vaste lovend maak. We zijn vandaag dus hier in Bijkse Beegel. Ik ga met Robin dadelijk hier een paar interviews doen van ons jeugdprins, onze grote prins. En er zullen zeker dadelijk ook nog wat gasten van de organisatie en andere mensen aanschuiven. We gaan even beginnen. Robin, de heet bezig, de jeugdprins Tim. En dat is altijd een moeilijk naam. Tim Vroemen en Rim Vrome. We moeten dus niet vergissen vandaag. We kennen u vooral natuurlijk gezien weer, want we zijn livestream dadelijk om 7 uur met de leegstoet sowieso. Maar we gaan ook straks BL1 een stukje uitzenden om deze mooie leegstoet, want we weten dat er heel veel schone auto's komen, om dat te laten zien. Maar gewoon nu even naar Robin, dan ga je even de jeugdprins interviewen. Ja, Jacques, dankjewel. We gaan dus vandaag beginnen met de jeugdprins. Misschien vroeg Gerig toes af waarom zou ze eigenlijk beginnen met de jeugdprins. Maar dat is dus omdat de leegstoet van Bijk eigenlijk de kingeroptocht van Bijk is. Dus deze optocht is ook speciaal voor de leegprins en voor de jeugdprins. En daarom willen we dus ook met hem gaan beginnen. Hey, Tim, wat wordt tot nu toe het chicste moment van die carnaval? De uitreuping. En waarom wordt dat zo chic dan? Ja, omdat om ooit een uitgeroepen wordt tot jeugdprins Tim. En hebben ze het lang stil moeten houden? Ja, vanaf 3 november. 3 november wist je dat al. En dan kun je ook dat proces is te vragen, ja, dan mogen ze een hofnar kiezen. Wie ging dan in zijn werk? Ja, ik mocht dit jaar geen hofnar kiezen. Dit jaar is er gekozen door de vereniging. En dan kwam Rimmo, maar ik ben daar wel super blij met Rim. Oké, dat ze heur zat, dat is wel super blij met zich. De beste is ook gevraagd om hofnar te werken. Wat dacht ze toen? Ja, ik vond het super chic. En ik wist meteen dat ik ja ging zeggen. Ik heb niet getwijfeld en ik was ook ervan uitgegaan dat Tim Prins zou worden. Dus. Want dat was al een beetje algemeen bekend dat Tim Prins ging worden of wie zou dat? Ja, we dachten eerst even anders. Maar toen begon Tim de hele tijd te zeggen van ja, Rem, doe eens prinsen, doe eens prinsen. En dus toen begon ik te denken van ja, wat ga je het nu worden? En toen dacht ik de Tim werd prins en toen ben ik erachter gekomen dat hij dat ook zou worden. En dat was een beetje die tactiek om te zeggen dat hij prins wordt, zodat ze nu niet in de gaten dat het zoet moest werden. Ja, gewoon een beetje op aangeraad stemmen, zodat het een beetje dan even anders toe ging. De aandacht. De vragen allemaal. Dus een beetje de aandacht voor leggen. Oké. Okay. Hey, heb je alles met je dan in de leegstoet voor vandaag? Ja, 2 jaar geleden. Of ja, vorige 2 jaar. Dus afgelopen 2 jaar. En wat is er zo chic aan in een leegstoet? Als ze dat de luid toesters moeten uitleggen, wat is er nu speciaal aan? Het is super chic. Allemaal die mooie lampjes. En het is ook super gezellig. In het duister, iedereen heeft lampjes aan. Iedereen zit langs de kant. Ja, allemaal super chic. Dus dan ben je ook wel heel blij dat deze leegstoet speciaal ter ere van dich vandaag wel zal doorgaan. Want heb ze een beetje zitten twijfelen, dacht ze van, zou het wel, hè? Ja, laag heb ik getwijfeld, maar ik ben super blij dat het toch doorgaat. Ja, dat is ook iets waar veel natuurlijk als Bijk heel erg blij met kennis in. Wat dat betreft hebben we heel erg geluk gehad. Er is heel veel overleg geweest met de veiligheid.
met de veiligheid te garanderen. Zoveel later ook nog op terugkomen. En we zijn gewoon super, ja, super blij met dat dat toch kan doorgaan. Hey, doe ga je stellen op een van de eerste wagens. Waar moet voor op letten bij die wagen? Wat is er speciaal voor de leegstoet? Ja, de lichten. Ja, en zit er nog speciaal licht op? Hebben ze dan met geholpen? Ja, voor hebben we ongeveer bij het water. Hebben we echt van die jelle felle blauwe leegslangen. Dus die vind ik wel zelf heel erg chic. Lekker uit. Nou, dan gaan we er dadelijk extra op letten. Wat vond je het chicst aan de wagen? De leegte aan de plek waar we even met de leegstoet staan, allebei. Want je gaat met z'n tweeën gaat je naar boven? Ja. Nou, chic. Chic, jongens. Jacques, dan ga je het ook even kijken wat de grote prins van Beek, want hij is dus die tweede viool eigenlijk. Maar hij mocht er natuurlijk wel bij zijn. En Jacques gaat hem even vragen wie hij dat funk. Heren, heel erg bedankt. Jacques. Ja, dan gaan we natuurlijk met de grote prins Luc aan de gang. En ik richt me met Luc een beetje nerveus, want we staan eigenlijk wie het steeds is. Luc, ik zou eigenlijk in de eerste middag willen toosten op de vastelovend. Ik bedoel, iedereen de prins had altijd doos. Ik zou zeggen, hebben een schone vastelovend vast. Hey, dankjewel. Hè. Goed, Luc. Oh, je moet gewoon een beetje drinken natuurlijk, heb je wel gelegen. Ja, Luc, een vraag die normaal gesteld wordt is, wat is het hoogtepunt? Die wil ik niet hebben. Wat heeft je het meeste verrast in deze dag? Aanlopend naar de carnaval toe, naar de vastelovend, waarvan ze dacht, God moet ik daar naartoe, maar wat heb ik daar te verwachten? Wat had ik toen het meeste verrast? Ik denk eigenlijk alles wel een beetje van, ja, de wedstrijd moesten we verwachten. En de kums overal zonder verwachtingen en alles een spektakel. Heel veel moesten gaas geven. Ik denk ook alle reacties van de lui vooral. Ik ben zelf heel erg bescheiden soms. En als ze de prinsenpak aan deed, dan geeft ze gewoon. En heel veel kums geeft het gewoon hetzelfde. En dat heb ik nooit verwacht van mezelf eigenlijk. Ja, dat weet ik. Dat is die eigen. Je bent een bescheiden jong. Ik ken die vanuit het shape. Je bent een helle werker. Maar toch zijn er ook dingen waarvan best op ziekenbezoek bijvoorbeeld geweest. Want dat zijn ook altijd wel hele ja, redelijk emotionele momenten voor prinsen. Ja, we hebben een ziekenbezoek gedaan. En dat is met Fris Mannes geweest. En ik denk dat het heel mooi is geweest. Een verwaasje dat we kunnen hebben van Frits. En dat is een werk van teveel geweest. Ja. En ik denk dat het wel echt... Nou, dat is een van de mooiste momenten misschien geweest. Ja. Hoe ik mijn ongens zijn nog een Frits heb kunnen geven. Ja, dat is natuurlijk mooi. Frits is een persoon die heel veel betekent heeft voor de Beekse vastelovend voor de potentaten. En als ze dan ook nog door mocht zijn, jammer genoeg, een paar dagen voordat er is gestorven, ja, dat is het zeker. Luc, hoe geeft ze zich het meest op verheugen? Eigenlijk alles wel. Ja, en vooral ook dadelijk mijn eerste optocht boven in de Prinsenwagen. Ja. Ik weet totaal niet wie dat is en wie dat geeft gewoon en alles. En ik laat het gewoon op me afkomen. Het is meestal de beste manier om ervan te kennen genieten. Ja, hè? Ja. Want je moest niet alles van tevoren weten. Je moest ook een stukje open-minded natuurlijk dadelijk in de vastelovend kunnen stappen. Ja. Ik heb al het goede berichten gewerkt vandaag. Die gewoon ik je niet vertellen dat er weer in een café gered is in Beek. Dus ja. Dat mogen ze later zelf vertellen. Dat gewoon ik niet doen. Heb ze al gehoord. Dus, heb ze gewoon al gehoord. Perfect. Dus ook dat is weer voor de toekomst een stukje vastigheid. Luc, ik heb begrepen dat ze een hele nieuwe baan gekregen nog. Ja, dat klopt inderdaad. Het heeft niks met de prinses op te maken? Het heeft niks met de prinses op te maken, maar toevallig zei ik dat ik op 1 maart koos beginnen. Oh, dat is fijn. En dat kan je heel goed doen. No. Ik denk dat er gewoon een vrije dag meer vrij. Nee, ja, dat is... Dan moet ik een Frans kunnen hebben. Je moest normaal altijd heel veel regelen met de baas om te kunnen zeggen van God, ik ben wel in heel gedaagd voor de carnaval weg. Luc, laat voor die behouden. Ik zou zeggen, drink in de pint, goed. Neem hem lekker met en ga een beetje droog staan, want het begint toch weer gaat helder te regen. Ja. Goed, we gaan weer even terug naar Robin. Robin heeft de prins en de prinses van de stoeploopers uit Bree bezig staan. En ja, daar gaat er ook eens even een babbeltje mee maken. Ja, die hebben inderdaad bij me staan. En dan ook weer zo'n moment dat ze misschien denken, waarom zijn die eigenlijk hier? Zou het je zelf eens kunnen uitleggen waarom dat Gerard Bree eigenlijk helemaal hier naartoe zit gekomen? Ja, dat is een soort van traditie zal ik zeggen. Want dat is al elk jaar dat wij hier komen meedoen, dus... Ja, heel goed inderdaad. De organisatie van het lichtstoetcomité BEC had een nauwe samenwerking met de Breese stoepluipers. Die dus in Bree ook een lichtstoet organiseren. Wanneer is er een lichtstoet? 21 maart. 21 maart. En nu wordt er ook al hel aan de wagen gewerkt? Ja. Helpen jullie daar zelf ook aan mee? Nee. Nee, dat heb je zelf niet met geholpen. Jij hebt ook niet mee geholpen. Nee, dat mogen wij niet. Oh, dat mogen jullie niet. Oké. Okay. Waar gaan jullie nou vandaag hier op letten?
Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Als je nou, ik zou heel goed opletten vandaag. Als je nou iets ziet bij een andere wagen waarvan je denkt, wauw, dat vind ik echt super cool. Dan kun je dat doorgeven. Hè? En dan kunnen ze dat nog op jullie eigen wagen maken. Want jullie hebben je eigen wagen bij je vandaag. Of wat voor wagen zijn jullie vandaag mee? Een soort van après-ski, zo'n soort Oostenrijkse skiwagen ongeveer, zou ik zeggen. Oké, en zitten er ook veel lampjes op? Ja, ik denk het wel. Heb je de wagen al gezien? Nee, ik nog niet. Jij nog niet, jij wel? Ja, een soort van, ja. En heb je al iets gezien waarvan je denkt, wow, dat is echt chic? Ja, ik heb niet al echt alles gezien. Ik heb dat gewoon op een foto gezien. Vooral op foto gezien. Ja, dus de samenwerking met Bree zijn ook gigantisch veel. Vrijwilligers uit Bree zijn hier aan het werk. Alleen maar om dit evenement draaiende te kunnen houden. Ik wil u heel erg bedanken. Heel veel plezier, ook op 21 maart met uw eigen lichtstoet. Heel erg bedankt. En we gaan nu eens even kijken naar de mannen, of een van de mannen, die het allemaal mogelijk maken hier op de markt. Jacques staat hier met Jules Steijnen. Ja, ik sta met Jules Steijnen. Jules Steijnen is natuurlijk al dit jaar voor de 26e keer voorzitter. Hij blijft gewoon voorzitter. Maar dit jaar moet ik zeggen, hebben we hem toch wel flink in de peer gekregen, Jules. Ja, het wordt een moeilijke tijd vind ik. Maar we staan er weer en we kunnen gaas geven. Ja, gelukkig wel. Maar ik heb even nu ook een beetje over de voorgangstraject. Ja. Ik bedoel, het is allemaal niet zo makkelijk gegaan. Of het gaat nog wel makkelijk, dat moet ik niet zeggen. Maar de toekomst ziet er eigenlijk net niet zo goed kleurig uit. Ja, we gaan naar beloed komen. De situatie nu leek, gaat het niet lukken. Maar we hebben een paar goede gesprekken met de gemeente gehad. We denken wel of het goed kan komen. De bereidheid is er, het begrip van elkaar is er. En ik denk dat we dat zeker wel van elkaar kunnen boksen in Beek. Want in Beek loopt ons ongeveer niet in de steek. Het staat namelijk in de slager van het college. Dus dan kan het zeker niet misgaan. Ja, wat Susie hier zeggen ze dan, hè? En de gemeente heeft in de slager gemaakt. Wat Susie hier, wat Susie. Maar dat wordt meer bedoeld op de burgemeester. Jules, even. Vandaag heb ik het niet makkelijk gehad. Ik bedoel, het weer het echt absoluut niet mee geholpen. En we hebben nu nog af en toe een kleine bui. Maar we gaan erop gokken. Het is nog 24 minuten even te gaan. Ja, we hebben nog alle tijd. We gaan tot en met 7 uur gaan we zeker goed werk krijgen. Ja. Want ik zie jullie langzaamaan. Ja, het loopt gewoon langzaamaan vol. Hè? Ja, dat zeker weten. Voordat we gaan beginnen, wil ik wel naar alles van Slovens Groen in gans Limburg. Die een optocht hebben moeten afzeggen. We willen echt onze prioriteit uitspreken. Dat we die verschrikkelijk veel vingen. Heel erg jammer vingen. Veer kennen vanavond door. Veer hebben gelukt dat de weg niet schat kan liggen. Veer hebben de mazzel gehad. Maar Geer, je moet de komende dag er een chic VS van maken. En wie gezegd, in Beek denk vooraan ook. Het is heel spietig wat ik u zou voorkomen. Maar het zal u ervoor geloven zeker niet tekort doen. Ja, we hebben er allemaal natuurlijk heel intens mee geleefd. Want ik bedoel, mensen hebben het niet in de gaten. Jules is een van de organisatoren. Wat op de achtergrond allemaal moet gebeuren. Ik heb het gisteravond toevallig zelf met mogen maken. Met vier verenigingen die dan in discussie moeten gaan. Ja, wat gaan we doen, wat gaan we niet doen. En als het moeilijk is om te besluiten. Dat is voor al die vaste lovensvrienden. Om te zeggen, jongens, sorry, de optocht kan niet gewoon. Want dan schutsen ze letterlijk. Ja, in het hart van de vaste loven, de Jules. Ja. Ik bedoel, als de gemeente zegt van de leegstoet zou niet door kunnen gaan, dan heb ik hier een heel andere Jules staan, denk ik. Ja, dat zonder meer. Dan moet je denken, is een stoet, niet alleen de leegstoet, maar ook de optochten. Dat is eigenlijk het podium waarop de mensen zich gaan presenteren die maandenlang over aan peksjes gewerkt en wagens gewerkt hebben, vergaderd hebben, geld bijeengebracht hebben om allemaal van elkaar te kunnen krijgen. En dan hebben ze eindelijk dat momentum dat ze het kunnen laten zien aan de hele wereld. Ja. En dan kan dat niet doorgaan. En dat is heel erg diep triest. Ja, we hebben het geluk dat we dadelijk onze livestream, daar gaat wel de log in om 7 uur. Ja. We zijn ook van tevoren stukjes gezien, heb ik begrepen. Maar in wezen kennen ze overal en vorig jaar hebben we het meegemaakt tot in Australië. Krever van Freek, hè? Die kent hem. Krever van Freek, een berichtje. Hé hey, jongens, we hebben een leuke optocht weer. Toen wordt het gelukkig wel gedrager. Maar dit jaar gaan we toch proberen om dadelijk om 7 uur een drag en optocht hier door het Beekske. Ja, Beekske. Ja, het is een bekante Beekske. Ja, in Beek te laten lopen. Ik zou even willen vragen, Robin, moet over hoe naartoe, jong? We gaan even naar de Hofkapel misschien. We gaan even kijken naar de Hofkapel. Die gaat hier zo dadelijk gaat hier een beetje stemming brengen. En we gaan heel even met kijken wie die in doen zijn. Dankjewel, Jules. Dus we wachten even dat we overschakelen. Ik heb nog geen signaaltje gewerkt eigenlijk van de regie.
Maar dat zal wel zo komen, denk ik, dat we dan even gaan kijken naar de Hofkapel die een beetje inofficieel dadelijk ook de stoet gaat openen. Samen met de jeugdprins. Ja, de jeugdprins komt dus dadelijk ook op het podium. En daar zal, ja, omdat het dus zien een stoet is, zal hij de officiële opening doen. Dat is natuurlijk een heel feestelijk moment. Dat is niet op het moment dat de stoet begint te rieën. Nee, even van tevoren. Dat is even van tevoren, want ja, anders kent de jeugdprins natuurlijk nooit meer in zijn eigen wagen terugkomen. Ja. En terug naar zijn, ja, zijn eigen wagen. Hij overigens, voor Lutus leuk, als eerste rit de jeugdprins. Dus hij moet zich toch op tijd voorbereiden. Ja. Dat is ook eigenlijk juist, zodat hij later in de route staat hij dan aan de kant en kent er ook de stoet zelf helemaal zin. Ja. Robin, wat ik ook nog even wil vermelden. Ja, natuurlijk, 26 jaar heb ik zus tegen Jules gezag, druk deze op te gaan. Hè. En degene die het normaal hier zit, stond Rob Strijbos. Ja, jammer genoeg heeft er een sabbatical moeten pakken. En heeft er even moeten kijken van, ik moet even een jurkje rust pakken. Maar volgend jaar is dat er weer. We gaan even loesteren naar de Hofkapel met zangeresse De Bie. Pak me aan.
Ja mensen, we hebben ons dit jaar overigens totaal niets laten invallen. En dat is eigenlijk het Schwanse Pekske. Het Schwanse Pekske is natuurlijk een idee wat hier altijd al leeft. En dit jaar hebben we ons laten invallen dat we de OGAT ter beschikking kan stellen. En Robin, die heeft degene bezig die dat ter beschikking hebben gesteld. En dat zijn mensen uit de Mercado, maar geef het woord heel even geer aan Robin die met die mensen even gaat praten. Ik ben Robin niet. Meneer, leg eens uit, ja, waarom sta je hier? Ik sta hier voor het pekje van het jaar, Oudrieke. We openen in september een nieuwe winkel, dat is Sparta to the Max. 2000 vierkante meter, een nieuwe kweestwinkel in de Mercado. En om dat in de spotlight te zetten, hadden we zoiets gehad van de motten voor gaat met de leegstoel een bijk doen, want dat is ja, geweldig, heel jaar weer. En vandaar dat we de prijs ter beschikking stellen. Ja, want de Mercado is een hele grote sponsor ook van de leegstoet, hè? Geer gaat er dus in september gaat Geer daar een winkel openen. Hoe komt er in de Mercado? Maar ik heb dat al. We voorheen de BCC heeft gelegen op de eerste verdieping. En ja, daar gaan we van alles verkopen voor feestjes. Gans veel natuurlijk voor carnaval, maar ook stoffen, furnituren, voor Halloween. Nummer maar op, ballonnen, alles voor feestjes is bij ons te krijgen straks. Dus het wordt eigenlijk een feestwinkel. Dat is natuurlijk wel heel fijn om dat ook in back te hebben, want dat hij voor eigenlijk nog helemaal niet. Nee, dat hoorden we vaker van de Lu. En we bouwen nu natuurlijk ieder jaar excentriek om. En we hoorden van de Lu van, ik heb zo'n schone collectie. En kunnen we dat niet het hele jaar krijgen? Want ja, daarom zijn we erover na gaan denken. En we vinden dat chic om dat te mogen doen in Mercado. Ja, echt. Veel week. En wij hebben ze metgenomen? Mijn dochter Charlotte. Als we de zaak geopend hebben, dan hebben we ook onze eigen kledinglabel. En dat gaan we vanaf Charlotte noemen. Party to the Max is gedeeltelijk naar het maximale aan party. Maar onze zoon heet Max. En daarom hebben we gezegd Party to the Max. Maar Charlotte willen we ook betrekken. En dat is dan de kledinglijn Charlotte die we gaan voeren. Wow, dat is wel een hele eer, hè Charlotte. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het echt super. Ja, ik vind het echt heel leuk dat ze dat doen. Iets naar mij vernoemen en dan ook naar mijn broer zo de zaak. Dus ja, echt super. Ja. Ik kan me voorstellen, dat is wel heel leuk. Hey, en toen je het hebt gehad over dat pakje van het jaar. Toen hij stoel meteen eens op het oog of wie ging dat? Nou, we hebben verschillende op het oog natuurlijk. Maar er waren één groep die er echt bovenuit stak. Echt hoor. Dus ja. En die wat er bovenuit stoken, die weten dat zelf nog niet. Ze weten wel dat ze genomineerd zijn. We gaan u alvast even de check geven. Ja, dank u. Ik ga dadelijk mijn zoet pakken. Ik ga even kijken. Over de camera en dan met mijn middelen. Ja. En hij kent er langzaamaan met mijn middraaien. De jongens van de camera kregen dat waarschijnlijk om het. Ga over kijken naar de dames. Ja. Kom. De genomineerden. Even korter. En dan komen ze langzaamaan, denk ik, ook een beeld, want ze wouden eigenlijk niet komen. Dat zijn de dames van Sufgenheid. Drie dames die een jaar bezig zijn om die kleier, wat ze nu ook alweer aan hebben. Kom fijn in het midden staan, ik hoef niet in de belangstelling. Geer staat vandaag in de belangstelling die de prijs krijgen, Robin. Ja, nou. We hebben eigenlijk heel leuk nieuws voor je. Geer zit namelijk de eerste winnaars van het pakje van het jaar. En dat is ter beschikking gesteld door Party to the Max. Dat is een feestwinkel dat komt in de Mercado in september. En die willen ook heel graag een check aanbieden voor in hun winkel. Geweldig, geweldig. Fenomenaal, echt wel. Gek. Ja. En een check voor een tegoedbon voor 100 euro in de winkel. Nou, kom eens kort een beeld, dames. Ik neem aan dat je wel een idee hebt hoe je dat voor kent gebruiken. Zeker, altijd. Er is altijd wel een mogelijkheid voor. Dames, de pakken zijn er echt weer schitterend uit. En ja, er zit weer zoveel werk in. Vorig jaar zijn we op jeugd op bezoek gekomen. En het was gigantisch mooi om te zien wie het Gela met zijn veer aan bezig wordt. En nog een keer chapeau. Echt super mooi dit jaar weer. Ik wil eerst hun hartstikke bedanken
dat we deze prijs gewonnen hebben. Fantastisch, echt wel. Weet je wat je benut voor het volgend jaar? Echt wel. Kom mee. Oeh, er werd gekussen nog, jongens. Ja, dan hopen we natuurlijk dat er dadelijk ook weer pekskes tussen zitten die we kunnen nomineren voor het volgend jaar. En die dan ook weer dat cheque kunnen mogen of mogen krijgen van 100 euro. Dat is toch een leuk bedrag om een pekske weer aan te kleden. Ja, dat is super. Ja, dat... Er wordt hier net gezegd, ja, het maken van pekskes is een hobby. Ja. En als je met een hobby ook nog gaat kunnen verdienen, dan is het helemaal leuk. Dat is zeker leuk, maar dat doen we voor het niet. Nou, je zit ook weer in de zomer begonnen te gaan, hè? Want je begint altijd ruim op tijd. Ja, ja, zelfs al voor de zomer hebben we proeven gemaakt voor deze soort rokken te maken met berlijnen en zoek het. Maar in juni zijn we echt begonnen en ja, dan meestal iedere vrijdag op, want komen we weer bijeen. Ja. En dan is het toch altijd op het laatste weer gehaast voor het af te krijgen. Ja, dat is wel super mooi. Maar we zullen ook straks tijdens de stoet zoveel nog zien. Dan zorgen we ook dat er allemaal goed in beeld gebracht wordt. Dat zorgen we altijd voor het wetje. En ja, dan, als de regen nog weg kunt gaan, dat zou helemaal mooi zijn. Ik wil u alvast heel erg bedanken. Als eerste winnaars, dat nummer geen meer af. En heel veel succes met de stoet vanavond. Dankjewel, gaat lukken. Ja, het mooie was te lang. Vergeet ik je paraplu niet. Ja, en zo ziet ze maar weer dat we toch blijven nieuwe dingen proberen te doen. Ik vind het geweldig, Robin. Ik bedoel, er moet zomaar het innovatief zijn. Dat noemen ze dat in bedrijven ook. Hè. Innovatief en ook de leegstoet na 26 jaar moeten ze gewoon nummer gaat anders laten invallen. Ja. Ja. En dit is een heel mooie geste, zowel van de winkelier die dadelijk gaat uitbreien. Maar ook, bedoel, het zijn ook ik vind wel hele mooie kandidaten trouwens. Ja, zeker, zeker. En ook winnaar dan. Ja. Nou ja, ze zien ook wieveel werk dat erin gaat zitten. Zoveel tijd, zoveel meute. En ook ieder lemke wordt afzonderlijk van een door de rok hergestoken. Stiekem, hè, stiekem. Weet je wieveel lemkes dat die gebroken, die dames? 60 stuks. Batterieën alleen al. Batterieën. 60 stuks batterieën, ja. 60 stuks batterieën. En dat is dus de meute die in zo'n leegstoet wordt gestopt door iedereen. Ja. En daarom zou het jammer zijn als ze dan toch niet vandaag, met alle veiligheidsregels die we hebben en kennen hebben, dat we hem zo moeten aflossen. Dus we hebben ook heel sterk moeten overwegen hoe ligt de twist van geet het waal of geet het niet. Nou, het geet waal. Ja, verwerken gaat na. Maar oké, een richtige carnavalist en een vastelovensvierder kent zich dat niet druk. Ik bedoel, dan gaan we dadelijk naar binnen. We zijn, drinken voor zijn glaasbeer en dan zijn we op het droog. Nee, en zo'n lege optocht heeft natuurlijk ook veel meer veiligheidseisen dan een optocht overdag. Ja, zo is het hele parcours is afgezet met hekken, dranghekken. En ja, dan wordt ook geen snoep gegooid, juist omdat het dan weer een stukje onveiliger is. Om die veiligheid dus te waarborgen. Een hele hoop extra kosten, een hele hoop extra dingen aan bekijken, dat maakt het wel lastig. We gaan denk ik even over naar de Hofkapel, gaan we even loesteren. En dan komen we dan eigenlijk inofficieel even de start van de lichtstoet bewerkstelligen door een druk op de knop door onze fans. Tim, ik moet af en toe opletten op de namens, want er zijn de laatste weken zoveel gepasseerd. En dan gaan we dan even kijken naar Tim zijn officieel momentje. Ja. En voor nog een? Nee, hè? Ja, dat is er nog niet. Dat ik in de laatste.
Hij was niet vergeten, de jeugdkens. Oh ja, hij heeft hier zijn sociaal liggen. Ja? Oh, oké. Okay. Hallo! Even kijken. Ja, maar goed hoor. Ik weet niet. Spijkjes zijn er toch niet. We gaan hier officieel een beetje de stoet openen. En de stoet openen dat deed onze jeugdprins Tim. Die staat al boven op het denk. En hij gaat dat doen door middel dadelijk om een rode knop te duwen. Goed, ik ga nu even naar boven kijken. De rode knop klikt er. Tim, kijk naar weg. Doe ik 3, 2, 1 en een uitzicht erop. Goed, gaan we samen tellen hè. 3, 2, 1. Yo! En zo doen we hier dan even gezamenlijk de stoet openen. Tim, de blieft even boven staan. Dan wil ik hem nog lekker in beeld met al die slingers om de geer. En dan gaan we over naar Robin, want Robin heeft een externe gast uit een ander dorp, bezig staan. En dan gaan we even naar Robin kijken, want dan ga ik met Jordi interviewen. Tot zo.
Ja, verzin u inderdaad even weer weg van de Hofkapel. Die blijven hier doorspelen, want ja, geopend is geopend. Dus vanaf nu gaat het feestje echt beginnen. Maar we hebben toch nog één speciale gast weten te strikken. Dat we niet kosten missen op dit feestje. Het is namelijk de prins van de show, Schotten. Stel jezelf even voor. Mijn naam is Jordi Visser en ik ga door het leven als prins Jordi de Tweede van VV de Schoutvotten. Ja, de Schoutvotten, dat is een carnavalsvereniging van Gelen. Dus een van de vroegste machine van waarom heel te leeg zijn in Bijks bezig met de carnavalsvereniging Gelen. Ja, dat kan ik ook goed uitleggen. Ik ben eigenlijk gewoon heel stiekem en toch wel heel trots op dat ik nog steeds in de Bijkse jong ben. En verkoos ze natuurlijk ook niet wegblijven hier met de vereniging. En we hebben een uitnodiging gekregen om mee te gaan in de leegshoot vanavond met CV Alles Komt Goed. Oké, dus toen ga je vanavond niet op die eigen prinsenwagen. Toen ga je met in een groep met op een hangerwagen. Ja, dat is correct. Oké, ik ga hem toch stellen, want normaal is het een hele standaard vraag met een standaard antwoord. Maar die optocht is afgelast vanmiddag. Dus wat wordt er nu toe het hoogtepunt van die carnaval? Het hoogtepunt van mijn vastelavond was het hoesfeest. Daar stond Don Quixote, de heiver Mautenschot in Jees staan. En het is gewoon enorm chic om te zien wie dan de lui uit de wijk samenkomen. Bij dich in de tuin, in een tent. Om samen eindig jaar flink gas te geven. En als je dat toes hebt en dat staat geveel van toes, ja, dan is dat fantastisch. Hey, en heb je al eens eerder met gedaan aan de leegshootie? Ik heb inderdaad een aantal keren met gedaan. Waaronder vorig jaar, ook met CV Alles Komt Goed. En daarvoor een hele tijd eens metgelopen met CV 11 op 11, Ummer op Tiet, wat tegenwoordig CV Begaai is. Oké, dus het best wat dat betreft best wel een echte carnaval is. Absoluut, ja. En in Gelen kosten ze dus eigenlijk, zeg maar, geen Gelense jongens meer vangen. Dus dachten ze, we moeten een gooi hebben, we pakken er een hoed bij. Ja, we hebben wat dat betreft een hele open vereniging. En de vereniging heeft gezegd voor gaan stunten, voor Willen en Jong, dat ze niet verwachten. En gezien ik een jaar of 2,5 al metleed met de vereniging, hebben ze me echt die kans gegund om dat toch te veren te dragen. Want u deist nog meer voor de vastelavond. Het is niet alleen nu die prinsenschap, daar hebben ze nog verdere andere dingen die ze deist. Ik ben inderdaad ook lid van het jeugdbestuur van de BCL, van de Bond Carnavalsvereniging in Limburg. En we zitten dus in voor het behoud van de vastelavond, specifiek bij de jeugd. Ja, dat is altijd natuurlijk super mooi, hè. Zeker voor de jeugd is dat heel belangrijk dat ze daar vastelavond vreugd erin krijgt. Ja, zoals ik al eerder heb gezegd, dit is dus eigenlijk de kinderoptocht van Bijk. En het zou daarom ook verschrikkelijk zijn als dit niet verder zou gaan. Wat betekent de leegstoet voor dich? Ja, de leegstoet is voor mij wel een van de hoogtepunten van het vastelavondsjaar. Als zus wie die lampjes allemaal door de straten trekken, wie de luiden op reageren en de saamhorigheid die dat voor het Bijkse brengt. Ja, dan weten ze gewoon dat ze een evenement hebben, dat ze in stampers houden. Ja, ik denk, kunnen we hier niks meer aan toevoegen. Ik wil je heel erg bedanken dat ze alvast hier naartoe was gekomen. Veel plezier op de wagen, door de jongens van de carnavalsvereniging, ook de groeten van mij. En heel veel plezier met de rest van die carnaval. Dat gaat zeker lukken. We gaan morgen in de wereldstad op toch het Schwans van maken. Net zoals vanavond hier in Bijk, want daar rijdt het toch stiekem ook wel om. Hè. Goed, fijne carnaval. Ja, zo ziet je maar weer dat we van alle kanten ook gasten hebben die langskomen. Wij ik ook eventjes wil gaan voorstellen. De Kum Nui bij mij in beeld staan. Hier neven mij is net komen te staan Martijn. En Martijn, dat wil ik even voorstellen omdat Martijn zo dadelijk samen met Jacques in het hele super fijne gezellige hok gaat zitten om het commentaar te geven op deze leegstoet. En wat vond ze van het hok toen ze het voor de eerste keer zag? Het was eigenlijk net zo luxueus als verwacht. Ik bedoel, glasvezel ver, het oude Griek. Een beetje muffige geur, dat we die kennen. Wat echt vastelavond is gevierd. Dus dat hok, dat hebben we metgemaakt. Dat hadden we duidelijk een avond te zien. Ja, want vorig jaar, Rob had dat ook, Jacques had dat ook al kort aangegeven. Vorig jaar even Rob. Ja. Veel waar op zoek naar een vervanger. Weer kwam een idee goed. Wat dacht ze toen van die vroegte? Ja, ik word gebeld met van, voor hebben we het leuks voor dich. Dus mijn eerste reactie was, volgens mij moet ik glazen gaan spelen op de markt. Maar dat bleek niet zo te zijn, gelukkig. Nee, maar om commentaar te mogen geven op de leegstoet. Ik ben hier opgeruid van het zonsbeklaan. Dat is ja, een steenworp van de markt af.
Dus elk jaar kreeg de Waget van Mid de opboel. Dus de eerste wagens komen, de dranghekken, alles erom en eraan. En nu, laatste paar jaar ben ik betrokken geweest bij het opstellen. Dus alle wagens op de juiste plek zitten, voor de commentatoren. En dan is er nu nog een laag deel voor de leegstudent. Ja, dat is fantastisch om te mogen doen. Dat is veel recht. Ja, we hebben er ook alle vertrouwen in dat dat helemaal goed gaat komen. Jacques, ik heb zo nog vragen voor Martijn of zullen we eens even gaan loesteren wat de hofkapel nog is aan doen? Nou, we hebben alles al gedaan op de woontegolven met een vestje schrobbeleer, hebben we alles al doorgenomen. En we hopen dat het dadelijk goed komt. We gaan het ook langzaamaan druk trekken in ons muffige hok. Mensen, ik wens je vandaag deze plaats alvast een hele, hele mooie leegstoet. Het blijft droog, het is droog. De nu komen eraan. Veer gewoon het hok. Robin gaat nog even middag naar de hofkapel loesteren. En een fijne avond. Onderbreken de uitzending ongeveer anderhalf minuut. Loop niet de weg, we hebben de kiegel even de volgende berichten. Het zijn de bedrijven die deze livestream mede mogelijk maken.